Nieuwe boeken voor leerjaar 6, 7 en 8 worden het komend schooljaar geïntroduceerd. Dit verklaarde Etienne Jumai, programmanager programmanagement units onderwijs, wetenschap en cultuur, vandaag op een persconferentie. De functionaris ziet veel werk bij de distributie van de boekwerken. Met name de boeken voor leerjaar 7 en 8. Met een nuancering, dus dat we ook terug hebben gekeken naar de lagere leerjaren, waar er eventueel nog gaps aanwezig waren, waar er verbeterpunten waren, die hebben we dus meegenomen. Dat zult u dus ook zien, zo meteen. Dus ja, nu is het zover. De boeken zijn klaar, de boeken zijn gereed en de boeken moeten dus geïntroduceerd worden in het nieuwe schooljaar. Als we even kijken naar hoe de ontwikkeling ging. De eerste versie van de ontwikkelde boeken, die waren gereed in 2021. Vanaf dat moment zijn we dus nagegaan, samen met het ministerie, met het veld, hoe we die boeken kunnen gaan verbeteren. Zijn ze klaar? Zijn ze ready? Die boeken zijn dus in 2022 uitgetest in het veld. Jumai geeft aan dat op basis van de ontvangen feedback correcties en aanpassingen zijn doorgevoerd in de boeken. In totaal zijn er 72 boeken ontwikkeld, waarvan 35 leerlingenboeken en 37 leerkrachtenhandleidingen. Gedurende het heel traject bestaat trainingen. Ik wil benadrukken, dus trainingen zijn doorlopende dingen. Ze is een doorlopende activiteit. Dus de trainingen zijn niet gestart of zullen niet starten wanneer die boeken er zijn, maar die zijn reeds gestart, reeds ruim vooraf gestart. De bedoeling is om dan gewoon door te gaan met die trainingen. Straks kom ik dus daarop terug. Nou, welke materialen zijn er ontwikkeld? Ja, we hebben een aantal, zoals ik het al eerder zei, voor leerjaar 7 en 8 zijn er 5 leergebieden die we hebben aangedaan. Voor taal hebben we ontwikkeld boeken voor leerjaar 3, 6, 7 en 8. Voor rekenen leerjaar 6, 7 en 8. Geschiedenis leerjaar 5, 7 en 8. Kunst en cultuureducatie leerjaar 7 en 8. En bewegingsonderwijs leerjaar 7 en 8. Jumai benadrukt dat er lees- en lesboeken zijn ontwikkeld. Het betreft drukwerken voor de leergebieden reken, taal, geschiedenis, kunst, cultuur en educatie en bewegingsonderwijs.